Hoe is het met de voedselbank in deze coronatijd? Hectisch, op zijn zachtst gezegd. We zitten vlak voor het moment dat de deur open gaat. Dan krijgen wij normaal gesproken op een vrijdagmiddag tussen 3 en 5 krijgen we zo'n 230 gezinnen die hun pakket op komen halen. Maar we zitten nu ook met de coronacrisis. Dus we hebben onze werkwijze aan moeten passen. Dat betekent dat wij dus nu om 12 uur open gaan. En we laten mensen in groepjes op alfabet per uur, laten we dus kleinere groepjes laten we langskomen. Daarmee hebben we dus minder grote groepen voor de ingang staan, dat ten eerste al. Maar er komen ook veel minder mensen in de kerk binnen om hun pakket op te halen. We hebben de opstelling wat veranderd. En in principe zijn er nooit meer dan 2 of 3 mensen of gezinnen tegelijk die hun pakket op komen halen. Tot nu toe is de voedselaanvoer is goed, zonder meer. Vandaag dan toevallig even iets minder diepvries. Maar normaal gesproken, als het op dit niveau blijft, dan kunnen wij prima blijven draaien. Maar er is garantie tot aan de deur. We hadden nogal een luxe meevallertje. Of althans, onze cliënten hadden een leuke meevaller met die cruiseboot in Amsterdam. Waar we de groenten en fruit en al dat soort dingen op mochten halen. Dat was super. De eerste prioriteit is op dit moment om genoeg groentes te krijgen. Vlees begint deze week ook iets terug te zakken. Maar ik verwacht dat wel weer, want dat schommelt sowieso per week. Maar met name groente en fruit is altijd toch wel een beetje, zeker in de winterdagen, het zorgenkind. Onderzoek wat we gedaan hebben eerder in het jaar samen met de gemeente toont aan dat we sowieso al in Almelo misschien wel 500-550 gezinnen hebben die een voedselpakket op zouden mogen halen. Als je kijkt naar hun inkomen. En dat is even de vraag. Nu met dit coronaverhaal, als je kijkt wat er en wat ik verwacht dat er gaat gebeuren met ZZP'ers en kleine bedrijfjes, dan verwacht ik of dan denk ik dat we wel eens een spookbeeld zouden kunnen krijgen dat wij binnen een paar weken aan zo'n 3.500, misschien wel 400 gezinnen zitten. En dan hebben we een, op z'n zachtst gezegd, een heel andere uitdaging. Kijk, de uitdaging bestaat eruit, als je praat over een uitdaging, is dat er iets op ons afkomt als voedselbank en op heel veel andere disciplines om ons heen, is dat er iets op ons afkomt waarvan we niet weten wat voor kleur dat het heeft, hoe het eruit ziet, hoe lang het gaat duren en al dat soort dingen nogal meer. Daar is geen draaiboek voor. Dus je zult per week zul je met een aantal mensen moeten kijken van wat kunnen we deze week doen. Bottomlijn is, rode lijn is, 3 maaltijden per week, per krat, moeten de deur uitgaan.